Ik zal eigenlijk jullie laten zien wat je kunt met After Effects in simpele keyframe animaties. Dus je eigenlijk met keyframes bepaal je eigenlijk gewoon met een punt ergens in de tijd te zetten dat die registreert waar een object staat, bijvoorbeeld. En als je dan een nieuw punt maakt, dan berekent die eigenlijk tussen die twee punten uit wat hij dan moet doen als animatie. Maar eerst eventjes een kleine snelle uitleg over de interface van After Effects, want er zijn nogal wat schermen en ja, dat kan soms overweldigend werken, maar ik leid je er even doorheen. Nou, het project, als ik het aanklik, zie je ook dat het venster gehighlight wordt door een blauwe lijn. Hier is het project waar je al je spullen binnenhaalt, Illustrator-bestanden, Photoshop-bestanden, vector, geluid, videobeeld. Andere animaties, zelfs andere After Effects projecten kun je hier binnenhalen en dan daarmee aan de slag gaan. Je hebt hier onderin ook dat je dus mapjes kunt aanmaken waar je spullen in zit. Je kunt een nieuwe compositie aanmaken en dan komen we eigenlijk meteen bij het volgende. Compositie is eigenlijk wat je scherm is eigenlijk, hoe groot je scherm is, hoeveel tijd zo'n animatie mag duren. Wat de framerate is, dus hoeveel frames per seconde hij heeft, dat soort dingen. Dus je hebt hier al sowieso een heel grote knop, New Composition, maar die zit hier ook. En ik zou altijd aanbevelen om dit te gebruiken. Want ja, als eenmaal hier iets staat, dan zijn deze knoppen verdwenen. Dus deze blijft altijd. Dus als je onthoudt, hier zit een nieuwe compositie, wat zich vertaalt als canvas voor Photoshop bijvoorbeeld. Dan zit je goed. Nou, dan zitten we hier bij de tijdlijn. Dat spreekt zich voor zich. Het zit nu nog niet zoveel in omdat we nog geen compositie hebben aangemaakt. Dan gaan we maar eerst ook doen. Want dan kan ik ook aan de hand daarvan de andere schermen uitleggen. Oké, je klikt hierop, krijg een pop-up venster. Je hebt heel veel informatie die je krijgt. Nou, de naam geven, dat is eigenlijk zelfs bij Photoshop. Noemen we dit even Bouncing Ball. Stuiterende bal. Dan heb je hier bij de basics, daar hoef je eigenlijk alleen maar te zijn als je eigenlijk nog niet ja, geavanceerde dingen wil doen, maar gewoon een simpele animatie. Dus bij basic zie je alle hier die parameters die je nodig hebt. Nou, de presets zijn eigenlijk de voorinstellingen. En de HDTV 1080, dat is eigenlijk het breedbeeld formaat wat je gewend bent van YouTube of Vimeo of eigenlijk wat op je televisie ook te zien is. Dat is altijd een ratio van 16 bij 9. Dat is breedbeeld. En dat is dan 1920 pixels breed en 1080 pixels hoog. Vandaar ook 1080p. Dat ze het zo vaak noemen. Dan heb je nog de keuze bij die presets bij HDTV in 24, 25 en 29,97. En dat vertaalt zich eigenlijk in frames. Dus hoeveel frames per seconde. Dus zoals je weet is dat video of animatiemateriaal is eigenlijk gewoon een hoop plaatjes achter elkaar geplakt en heel snel afgewisseld. En daardoor lijkt het of dat het gewoon ja, een bewegend beeld is. Dus als je hier kijkt, dit is de grote vierkante pixels. Hoef verder niet echt uitleg over te geven, maar dat is vierkante pixels. En dan heb je hier de starttijd, die kun je gewoon op 0 zetten. Duration is eigenlijk gewoon hoe lang je animatie is. Mijn tip is altijd als je niet zeker weet hoe lang je animatie wordt, maak hem ietsjes langer. Je kunt hem altijd wat makkelijker inkorten dan langer maken. Dit zal een korte animatie worden, dus 5 seconden is al vrij lang. Maar dat zou eigenlijk wel voldoende moeten zijn. Even kijken. Dus 5 seconden is goed. Even uitleggen hoe dit dan werkt. Als je hier kijkt, staat er 0, dubbele punt 00, dubbele punt 05, dubbele punt 00. De eerste 0 is eigenlijk uren. De twee nullen die daarop volgen zijn minuten, daarop zijn de secondes en dan zou je denken millisecondes, maar dit zijn de frames. Dus als wij 30 frames hebben gekozen ongeveer, dan zal die ook gaan optellen van 0 tot en met 30 en dan zou er een seconde bij komen.
Nou, achtergrondkleur kun je kiezen, maar ik zou altijd adviseren om daar een volle kleur vlak achter te zetten, wat zich ook wel een solid layer heet. Waarom is dat? Vaak als je het gaat exporteren, dan doet hij de achtergrond, als er niks in staat, gewoon als transparant exporteren. En als je hem dan uploadt bijvoorbeeld bij YouTube, dan is hij dus gewoon zwart. Want transparantie laat hij zien als zwarte kleur. Dus dat is soms heel vervelend. Dus ik zeg oké, verder hebben we niks in te stellen dan eigenlijk hier de een en laatste twee nullen, zullen we zeggen, te veranderen in 0,5. En dan drukken we op oké. En dan zie je ook meteen je canvas, zullen we zeggen. Dus dit is je compositie. Ik heb hem nou op 25% geschaald. Ik heb deze op auto gezet. Dus als die 25% is uitgezoomd, laat hij ook maar een kwart van de pixels zien, zodat het renderen sneller gaat. Ja, hier heb je de tijdlijn nu. Nu we een compositie hebben en een tijd, kunnen we dus de timeslider of de tijdslider kunnen we van links naar rechts bewegen. En je ziet ook hier links bij de tijdindicatie van, zie je bij 29 frames springt hij dus bij de volgende naar 1 seconde. En dan bij 30 frames verder gaat hij weer naar 2 seconden en zo verder en zo verder. Dus we hebben nu een volkleur achtergrond, maar die is eigenlijk transparant. Dan kun je toggelen door deze knop, de toggle transparency grid. En dan zie je een beetje hetzelfde wat je gewend bent van Photoshop, een soort schaakbordachtig patroontje. Ik zet hem hier eventjes. Ik laat hem nou gewoon even aanstaan, zodat het duidelijk is dat het transparant is. We gaan er nu een laag in zetten van dezelfde kleur ongeveer. En dan zie je ook meteen dat die dan ook meteen gevuld is met die kleur. Dan ga ik naar Layer toe, Nieuw en dan Solid. En dan krijg je een pop-up scherm waarin staat de naam van een kleur. En als je dus een andere kleur kiest, dan vaak past hij hem dus ook aan. Nu is het Medium Royal Blue Solid. En het fijne hiervan is dat hij ook meteen de mate van jouw compositie overneemt. En de lengte van het ding ook. Dus de lengte van hoe die hem laat zien hier in de compositie is ook volledig de 5 seconden. Druk ik op oké. En je ziet meteen dat hier dus in de laag iets bij is gekomen. Dat is die solid. Je ziet ook dat nu die kleur ook te zien is op de achtergrond. Dus hij is niet meer transparant. Je hebt hier een oogje. Je kunt hem al aan en uitzetten. Dus je kunt zien van dit is dus de volledige kleur. Nu gaan we dat nog eentje bij doen. Want dan gaan we ook een horizon creëren. Dus we gaan een vloer maken met een solid. Dus we gaan weer naar Layer, Nieuw, Solid. We hebben de kleur nog dat die heeft onthouden van de laatste keer. En wat we dan gaan doen is eigenlijk een iets donkere tint daarvan pakken. Zodat we een beetje onderscheid krijgen. Nou, je ziet ook meteen dat hij hem er bovenop zet. En je ziet dan ook wat de hiërarchie is van de lagen. Dus wat hier bovenaan staat, zit ook bovenop geplakt op die andere lagen. Ik schuif nu de laag met mijn verplaatstoel, dus het volgende stukje wat ik ga uitleggen, naar beneden. Dus dit pijltje is de verplaatstoel. Ken je misschien ook wel van die andere programma's. En dan hebben we eigenlijk een horizon gemaakt, of een vloer. Dan hebben we het handje. Dat doet eigenlijk dit, hè. Vergrootglas, denk niet uit te leggen, dat zoomt in en uit. Dan hebben we hier, dit zijn tools als je een laag 3D zet. Gaan we nu niet doen. We gaan een rotatietool hebben we. Nou, dat spreekt voor zich, roteren. De anker, pan behind tool is eigenlijk het ankerpunt verplaatsen van je object. Dus dat heeft te maken met als je roteert bijvoorbeeld, ja, dan roteert hij over dat punt. Als je dat punt in de hoek zet, dan kun je dus het punt veranderen. Dan hebben we de tekentools die we hier hebben. Dat is een ellipstool. Daar kun je cirkels mee tekenen. Als je hem langer inhoudt, heb je ook rechthoeken met afgeronde hoekjes. Polygon tool en een star tool die ik nooit heb gebruikt. Maar goed, je zult het maar ooit nodig hebben, een ster. En dan heb je een pen tool. Dat tekent eigenlijk net als bij Illustrator een vectorpad eigenlijk, een vector shape. Dan hebben we tekst. Dan hebben we brush tools, die gaan we nu ook niet behandelen.
grote brush. En gaan we dus het keer ook nog niet behandelen. En de puppet pin tool. Die ook niet. Maar ik wil ze toch even benoemen. Dan hebben we hier aan de rechterkant de info panel. Zo kun je zien waar je muis zit bijvoorbeeld. En wat voor kleur je met je muis overheen gaat. Preview tool. Je ziet ook als je de shortcut voor iets te previewen is de spatiebalk. Maar als je hier dus omlaag gaat kun je nog eigenlijk nog meer instellingen doen. Soms vergeten mensen dat nog allemaal achter zit. Want als je niet weet dat dat naar beneden kunt schuiven, dan weet je ook niet dat het er is. Hier zijn de effect panel en presets. Een beetje vertaalt zich als de filters van Photoshop. Dit is een panel voor je tekst aan te passen. Paragraaf is ook voor tekst. Je kunt dingen uitlijnen. Dat hebben we allemaal nu niet nodig. Maar we hebben dus achtergrondkleur en een soort vloertje gemaakt. En nu gaan we dus een plaatje binnenhalen. En hoe we dat doen is eigenlijk dubbelklik op het project te klikken. Dubbelklik op het project. Krijg je een import file venster. En ik heb een soort cirkel met een textuur voorbereid. En het is een PNG bestand. Dus dit is een transparante cirkel. Je kunt ook Photoshop documenten binnenhalen. Maar in dit geval gaan we gewoon voor de PNG. Ik zeg importeer. Dan heb ik hier bij mijn projecten staan. En dan sleep ik hem eigenlijk hier. Je kunt hem ook hierheen zetten, maar zet hem gewoon hier boven in de hoek. En je ziet dus dat het voelt nog niet echt als een bal aan. En hij is nog een klein beetje te groot. Maar je ziet ook dat er een soort bounding box omheen zit. Dus waar je punten op zitten, waar je kunt vastpakken en kunt schalen. Maar dat doet hij nooit in verhouding. Pas als je aan het slepen bent en je drukt shift in, dan houdt hij hem dus proportioneel. Dus ik ga nu eventjes hier inzetten. En waarom heb ik nou eigenlijk een cirkel gemaakt met een textuur en niet meteen met een schaduw, want dit ziet er vrij onrealistisch uit. Dat komt omdat we hier op deze laag een layer style gaan zetten. En die layer style zal een gradient overlay zijn. Waarom? Omdat als we hem roteren, de bal, dan zien we toch de textuur geroteerd worden, maar de schaduw niet. Dus het ziet er nog niet uit als een schaduw, maar daar gaan we nu iets aan doen. Je ziet ook dat hier nou iets bij is gekomen, layer styles. Ik klik op gradient overlay, blending mode zet ik op, multiply. Ik zet de gradient op radial. En ik zet een offset van, ja, wat is het, min 24 bij. Zo lijkt het of dat er een zaklamp op die bal staat gericht. Ik ga eventjes de opacity wat terugschroeven, zodat het wat minder heftige schaduw is. En nu lijkt het al iets meer op een bal. Even kijken, een beetje de goede hoek zien te vinden. En het fijne hiervan is dat als je de bal roteert, dan draait de schaduw dus niet mee. Nou, nu hebben we dus een bal. We hebben een vloer. We hebben een achtergrond. En nu gaan we dus de bal laten stuiteren. Elke laag die je erin zet, die dus geen geluidsbestand is, zie je dus zo'n transform optie staan. En als je op dat, ja, wat is dat, groter dan teken klikt, dat pijltje, dan klapt die open en zie je dus alle onderdelen staan. Dit is de vloer. Maar de bal, die heeft het dus ook. En voor elke eigenschap kun je dus een stopwatch voor aanzetten en dan maakt die keyframes aan. Dus we hebben positie, het ankerpunt kunnen we zelfs ook gewoon verplaatsen hier. Dit zijn ook de waardes daarvan. Dit zijn ook de waardes van de positie van de bal ten opzichte van het canvas, schaal, rotatie en opacity is transparantie. En we gaan nu eigenlijk positie pakken. Want dat willen we als eerste gaan animeren. Dus ik zet hier dat stopwatchje aan. Dan zie je meteen ook het ruitje hier staan dat hij zijn eerste keyframe heeft aangemaakt. En als ik nu in de tijd iets vooruit ga, zeg ongeveer 15 frames. En ik zet hem bak bij een verplaatstoel. En ik zet hem omlaag. Dan zie je meteen dat er een lijn ontstaat.
En die lijn die vertaalt zich eigenlijk, als het 15 frames verder is, zullen er ook 15 bolletjes hier op die lijn staan. Dat zijn die hele kleine bolletjes. Als je echt goed kijkt, dan zie je kleine puntjes erin zitten. Dat zijn die frames. Je ziet ook twee grotere, als je goed oplet, bolletjes. En dat zijn je ankerpunten. Die kun je vastpakken. En die kun je dus een gecurvede lijn maken. Dus als ik nu in mijn tijdlijn van links naar rechts toe beweeg, zie je ook dat die dus zo beweegt. Nou, wat we dus eigenlijk doen met een bal is eigenlijk dat die dus een klein beetje beweging van die kant uit krijgt. En hij gaat natuurlijk de zwaartekracht trekt aan hem. Dus die gaat naar beneden toe. Maar omdat het een stuiterige bal is, gaat hij weer ietsjes omhoog. En dan gaat hij weer een klein beetje lager en steeds meer trekt de zwaartekracht die bal eigenlijk omlaag. Dus wat we gaan doen is eigenlijk in de tijd gaan we weer ietsjes verder. En we gaan hem eigenlijk, zou je denken, eerst omhoog zetten. Maar we verplaatsen hem gewoon naar rechts, omdat we die curve kunnen maken. Dus wat ik ga doen is eerst even stapjes ga ik die bal naar rechts toe plaatsen. En dan laat ik jullie zien hoe je die curve erin kunt krijgen. De afstand in tijd wordt ook steeds kleiner, omdat die steeds minder hoog gaat. Dus ik ga proberen om een beetje op dezelfde plek de hoogte te houden, zodat die niet door de vloer heen zakt. Kijk, nog ietsjes verder. Die afstand wordt ook steeds kleiner. En de tijd wordt ook steeds kleiner dat hij dus nodig heeft om. Kijken, zo. En dan nog een klein beetje. Eens kijken. Zo. Ja, en hoe meer die stuitert, hoe meer die het. Ja. Stuiterig materiaal. Dus dat klinkt heel suf, maar. Een bowlingbal zou minder hard gaan stuiteren dan een stuiterbal. Nou, nu ziet het er nog niet uit als een stuiterende bal, want hij maakt nu zo'n dip en dan gaat hij gewoon naar rechts toe. Om dit te fixen is dus eigenlijk het volgende wat je doet, is de pen tool gebruiken. En met die pen tool kun je eigenlijk die curves gaan aanpassen. Dus als ik hier op klik en drag, dan zie je dus dat die curve zo omhoog gaat, maar de tweede keer als ik hem dan nou pak, dan kan ik er een scherpe van maken. Dus ik ga hem nu even kijken, zo pakken. Dan doe ik ditzelfde weer. Ik trek hem eerst omlaag. En dan breek ik hem eigenlijk als een scherpe. En ik zet steeds minder hoog die curve natuurlijk. Want anders blijft hij natuurlijk op eenzelfde soort snelheid omhoog komen en die zwaartekracht trekt eigenlijk steeds meer aan het balletje. Dat is tenminste de normale logische stap wat hij zou doen. Dus ik even kijken. Dus weer omlaag trekken. En je ziet dat die boogjes steeds korter worden. Dus ik zet die ook weer omhoog. En hier. En elke keer doe ik dat dus in twee stappen. Het is ook niet erg als je dat niet meteen goed lukt. Want dan leer je ook een beetje oefenen met dit. Kijk, en deze een heel klein beetje naar omhoog. Nou, als we dat hebben gedaan, en ik speel hem nu af, dan begint het al aardig op een stuiterend balletje te lijken. Want we hebben dus een curve die steeds kleiner wordt. Dus de boogjes worden steeds kleiner. De afstand tussen de keyframes wordt ook steeds kleiner. Omdat hij minder ver omhoog moet, is de tijd dat hij dus naar beneden toe gaat ook korter. Dus dat vertaalt zich ook naar steeds kortere afstanden van die keyframes. Wat we eigenlijk nog willen is dat we er een beetje een vertraging en versnelling tussen de keyframes willen hebben. Dus dat hij eigenlijk hier een beetje vertraagt, versnelt en dan vertraagt. En dan versnelt eigenlijk weer en dan vertraagt. Want eigenlijk op dit punt gaat hij het langzaamste, zullen we zeggen. Dus als we dat willen, dan gaan we de keyframes even kijken omzetten naar Easy Ease. En dan even kijken hoe dit eruit ziet. Dan zeg ik precies andersom. En dan selecteren we deze keyframes. Dan gaan we naar de Graph Editor. Dan zetten we de Graph Editor op Edit Speed. En dan gaan we dus eigenlijk niet met de pen tool zie ik al, maar met de verplaatstool.
Even kijken. Dit aanpassen. Dus dit wordt naar elkaar toegetrokken. Even kijken. Nee, zo. Even kijken, zo. Dus hij gaat eerst snel. Zo. Eigenlijk mag hij hier misschien al meteen snel beginnen. Nou, dan gaan we deze. Wat eigenlijk van die afgestompte ja, boogjes. Kijken, dus ietsjes naar elkaar toe trekken. Wat dat eigenlijk creëert, is dat hij dus langzamer, nee, sneller wegschiet. En dan in het midden van die, tussen die twee punten een beetje vertraagt. En dan weer versnelt aan het einde. Dus dat is eigenlijk wat we ook willen voor onze animatie. Kijken, dit ook weer een beetje naar elkaar toe. Je kunt hier ook een beetje in de tijd inzoomen. Dan heb je iets meer. Doe je eigenlijk. Heb je wat meer zicht op wat je aan het doen bent. Kijken. Misschien deze. Ja, het is prima zo. Dus ik zet hem weer terug zodat we alles zien. Even previewen. Spatie drukken. Dan zie je dus eigenlijk je animatie. Nou, prima animatie. We zouden er nog in. De graph editor even uitzetten zodat we kunnen zien wat we aan het doen zijn. En wat we kunnen aanpassen is nog dat we straks een schaduw hier neerzetten. En wat we kunnen daar doen voor is eigenlijk de bal kopiëren. En dat doe je eigenlijk heel makkelijk door Ctrl D te doen. Of Command D voor de Mac gebruikers. En we gaan nu alle positie eruit halen. Dus de klik weer op stopwatch, dan zijn die animaties weg. Ik verplaats hem naar beneden toe. En even kijken, ik ga deze zwart maken. Dus ik ga bij effecten en presets fill. Die zet ik op mijn balletje neer. Zie je ook meteen de effectencontrole. Je kunt hier weer switchen tussen project en effecten. Schaduw is nu rood. Er zit trouwens ook nog steeds een leerstaal op. Die ga ik eruit halen. Ambulance op de achtergrond. Altijd fijn als je aan het opnemen bent. Ik zet er een fast blur op. Fast blur. Even kijken. Deze zo. En dan zet ik de blur radius een beetje omhoog. En ik zet repeat edge pixels, die zet ik uit, zodat we een mooie blur krijgen. Even kijken, iets meer blur misschien. De opacity zet ik iets terug. En ik zet nu de scale ook wat platter, dus de verticale scale ga ik nu aanpassen. Kettingje uitzetten en dan deze wat platter maken. En dan krijgen we eigenlijk onze schaduw. En het enige wat die schaduw moet doen, is eigenlijk gewoon met de bal meebewegen. Dus wat we eigenlijk gaan doen, is nu we alles in hebben gesteld wat goed is, zet ik weer de positie aan. Ik zet de positie van onze bal eventjes open, zodat we dat kunnen matchen met wat deze bal gaat doen natuurlijk. Dus wat ik ga doen, is nu naar rechts toe verplaatsen. En een beetje in het midden plaatsen, misschien een beetje inzoomen, dan kan ik het beter zien. Shift inhouden, dan blijft hij in ieder geval horizontaal op zijn plek. Dus even kijken, zo. Dan gaan we weer nog een keer verplaatsen. Ik denk dat hij ook iets lager mag trouwens, zie ik nu. Volgens mij is hij nu ietsjes. Ja, hij mag ietsjes lager. Dus ik zet hem ietsjes omlaag. Dus even opnieuw doen. Ietsjes lager. Zo. Anders, de schaduw moet natuurlijk wel onder die bal blijven. Dus even, misschien kunnen we het beter zo hier beginnen. Kan ik het beter mikken zo. Kijk, dit klopt ongeveer wel. Oké, dan zetten we de positie aan. Even terugspoelen. En dan een beetje de positie daar kloppend maken. Dan ga ik naar hier. Zo, weer het midden zetten.
daarheen, die in het midden zetten, daarheen, midden zetten, nog een keer, zo, weer wat plaatsen, shift inhouden, dan blijft hij horizontaal geplakt. Kijken. En de laatste. Kijken. Nee. Zo. Kijken hoe zich dat vertaalt. Natuurlijk deze ook gewoon easy ease geven. En met de graph editor aanpassen. Dus ik ga hier kijken naar edit speed. En dan gaan we weer hetzelfde trucje doen dat hij een beetje afgestompt wordt. Niet de eerste, maar die andere wel. Dus die ga ik zo doen. Zo, deze ook. Dus ik pak die ankerpunten en ik klik en sleep ze naar het dichtstbijzijnde punt. Even kijken. Zo, deze ook. Deze ook. Ja, het zijn heel kleine hendeltjes, dus het moet een beetje priegelwerk, maar het komt goed. Zo. Graph editor weer uit. Nou, dit ziet er op zich al goed uit. Je zou dit ook nog kunnen doen door schaal. Dus als je de schaal ook nog kleiner maakt nu. Dus als je hem nu weer het kettingje aan, of de koppelteken weer aanzet. En je gaat nu schaal doen. Dus eigenlijk als hij dichterbij komt, moet hij kleiner worden. Dat zou je kunnen doen. Dus even kijken, nu is hij groot. En dan zou hij ietsjes moeten schalen. Zoiets. En dan zou hij tussendoor groter moeten worden. Dus dan zou je eigenlijk deze kunnen kopiëren. En dan groter, wordt hij weer kleiner. Dan zou je dit kunnen kopiëren een aantal keren. Kijken, deze twee frames selecteren, kopiëren, beetje in het midden zetten, plak, deze weer plek zetten. Dan ga ik hier weer tussen staan, doe ik weer Ctrl V plakken, pak dit frame, match ik dat met dat. Even opnieuw kopiëren. Hierin staan, plak. En zo krijg je eigenlijk een beetje het effect of dat hij gewoon als hij hoger gaat, dan wordt de schaduw ietsjes groter. En als hij, ja, hij zou het eigenlijk met de hand moeten doen, maar dan zijn we nog wel, dan duurt het wel lang. Even kijken zo. En dan, dus dan krijg je dit effect even uit. Zie je? Dus het lijkt het dan nog meer op een stuiterende bal. En dan hebben we eigenlijk onze animatie af. Dus wat hebben we nou gedaan? Twee solids ingezet. Als je terugkijkt naar het project, dat zijn ook deze dingen hier in een mapje. Eerst een lichte kleur, dan een donkere blauwe kleur naar beneden gesleept. Om daar een vloer mee te creëren. Dan heb ik een plaatje erin gezet. Van een cirkel met een textuur. Oh, we hebben de bal nog niet laten ronddraaien. Dat moeten we ook nog doen. Dus we pakken even de bal. Rotatie aanzetten. En dan even kijken tot en met hier. Gaan we een klein beetje roteren. Eens kijken, wat zouden we doen? Ongeveer zoveel. En dan zie je ook het voordeel van die textuur, want dan ga je het ook meer zien. Ons werkgebied maken we wat kleiner, want anders blijft die heel lang stilstaan, je animatie. Dus dit is je werkgebied. Als je het einde van de blauwe stukken kun je ze langer en korter maken. Dat is ook hetgene wat hij rendert. Dus tussen hier, dat grijze gebied, dat is het rendergebied. Dus als ik hem nu afspeel, dan blijft hij loopen tussen die twee blauwe uiteindes. Oké, nou dit was in het kort hoe je een animatie maakt in After Effects met keyframes. Een stuiterende bal. We hebben timing, we hebben eigenlijk ook easing uitgelegd in het kort.
Hoe dit project werkt, weet je wel. Hoe je spulletjes binnen kunt halen. Effecten hebben we eigenlijk ook nog toegepast, even snel, met de schaduw. Layerstyles hebben we toegepast. Door die schaduw hier te suggereren, door die gradient overlay. Ja, dat was hem eigenlijk wel. Dus we gaan afsluiten. Dankjewel voor jullie aandacht.